Mooi hè? In deze video vertel ik jou over amethyst. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Deze hele mooie steen is amethyst. Amethyst wordt over de hele wereld gevonden en is een macrokristallijne kwarts. Dit betekent dat hij uit meerdere kristallen bestaat. Dit geldt ook voor bergkristal, citrien en rozenkwarts. Soms wordt de edelsteen gevonden als een amethystgeode. Dit is een holle steen waarbij de blauwpaarse kristallen aan de binnenkant zijn ontstaan. Nou, hoe ontstaat amethyst eigenlijk? De edelsteen vormt zich als een soort stollingsgesteente onder het oppervlakte van de aarde. Dit gebeurt als vloeibaar gesteente afkoelt, zoals bij een vulkaanuitbarsting. Vervolgens worden ze opgegraven zodat jij en ik dit kleine stukje kunst kunnen toevoegen aan onze verzameling. Waar kun je het vinden? Amethyst wordt over de hele wereld gevonden. Belangrijke afzetgebieden vind je in Brazilië, maar ook in gebieden van bijvoorbeeld Noord-Amerika, Oost-Azië en Rusland. Maar hoe krijgt amethyst zijn krachtige kleur? De blauwpaarse kleur wordt veroorzaakt door insluitsels van titaan, mangaan en ijzer. Zo is elke steen uniek, net als jij. Waar komt de naam vandaan? Het is een samenstelling van twee Griekse woorden, wat letterlijk zonder dronken zijn betekent. De kleur leek op de kleur van de wijn die de Grieken vroeger dronken. Deze wijn werd wel vermengd met water, waardoor je kon drinken zonder dronken te worden. De edelsteen werd vaak verwerkt als een sieraad in de wijnbekers. En waar staat amethyst voor? Amethyst zou symbool staan voor bescherming en een zuiverende werking hebben. Ook zou het zorgen voor ontspanning en innerlijke rust. Hoe zit het met sterrenbeelden en chakra's? Amethyst past bij de zesde chakra, die je vindt rond je voorhoofd en staat voor intuïtie. Ook past hij bij je zevende chakra, die je vindt rond je kruin en staat voor overgave en geloof. Qua sterrenbeeld wordt deze steen meestal geassocieerd met de kreeft, ram, weegschaal, tweelingen, vissen en waterman. Een mooi symbolisch cadeautje voor iemand die jij wat meer rust en ontspanning gunt. Het reinigen van een amethyst zou volgens kenners simpelweg kunnen door de steen 5 minuten onder stromend water te houden. Het opladen ervan kan bijvoorbeeld in het maanlicht. Nu weet je als het goed is meer over amethyst. Heb jij ook een amethyst in jouw collectie? Laat het me weten in de reacties onder deze video. En wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste!